Helemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag zaterdag 18 augustus en ik ga vandaag verhuizen naar Tilburg. Ik heb er echt zoveel zin in, maar ik vind het echt heel gek dat ik nu ga verhuizen. Dus ja, we gaan vandaag alles over verhuizen naar Tilburg. Alles in elkaar zetten in Tilburg, alles doen, alles verhuizen. Zo raar, het is echt, het blijft raar dat ik nu gewoon straks niet meer echt thuis woon. Wel een beetje natuurlijk nog, want ik kom hier gewoon nog. Maar in principe niet echt meer. Dat is echt heel raar. Maar oké, het hoort erbij. Ja, dus ik ga vandaag verhuizen en ik ga jullie proberen zoveel mogelijk mee te nemen. Het zal waarschijnlijk heel hectisch en stressvol en alles worden. Voor mij dan. Maar ik ga proberen om het gewoon allemaal aan jullie te laten zien. Ik ben trouwens mijn stem een beetje kwijt. Ik ben net terug van kamp, dus... Ja, dus als ik een beetje raar praat, komt dat daardoor. Dus... Ja, we gaan vandaag lekker verhuizen. Oké, de bus is helemaal ingeladen. Ik zal het even laten zien. Niet schrikken, want het is echt nog best wel veel voor hoe klein ik woon. Maar ja. Naar deze kant. Kijk nou even, joh. Lekker bezig, Brit. Kijk eens. Superleuk. De bank. Alleen nog een lampje en dan ben je klaar. Het is een slaapbank. Wil je het even demonstreren? Kom, demonstreer het even. Even zoeken. Weet jij het wel verder? Ja, nee, ga ik nu goed kijken. Ik heb het nu op film. Onder één. Ja, en dan die andere ook. En dan hebben we een tweepersoonsbed. Hey, nou, en nu weer terug. Ik begrijp niet waarom je deze niet in je kamertje hebt. Nee. Moet je elke dag je bed opmaken? Nee, dat vind ik niet. Nee. Lekker bezig. Met de herfstvakantie. Kijk nou, ik zijn even mijn bed in elkaar aan het zetten. Echt heel fijn. Het idee dat die het ja. Denk je. Oké, we zijn nu weer onderweg naar de IKEA, want het ging weer allemaal fout. Oh, IKEA is echt slecht. Ik had van die kledingstangen gekocht voor bij mijn muur. En er stond dat ze 75 centimeter waren. Maar dat waren ze dus niet. Ze waren 72 centimeter. En nu ben ik heel boos op de IKEA. Nu moet ik weer helemaal naar de IKEA opnieuw halen. Oh, het is echt niet leuk. Oké, jongens. Alles in mijn kamer staat. Maar dat ga ik morgen allemaal even goed laten zien. Maar ik moet nu dus dit allemaal opruimen. Dit vind ik echt het ergst. Maar goed. Oké. Let's go. Koek, koek. Hey. Hoe zoom ik in? Ik vind dit zo spannend. Oh! Mama wil niet weg, hè? Je wil ook wel wonen, hè? Ja. Die boot gekocht. Ja. Ja, voor jezelf natuurlijk. Ja. Wij komen gewoon elke keer hierheen. Ja. Heerlijk. Oh, oprecht, ik hou daarvan. Lekker weekendje zie je zijn. Ja, ja, lekker man. Slaapfeestje! Ook nog tv hebben of in ieder geval Netflix, hè? Ja, mam, dat moet je wel even fixen, hè? Helemaal lit. Goed, ik ga even inzoomen. Nee, doe maar niet. Ik heb een cadeautje gekregen van Soraya. Laat eens even het inpakpapier goed zien. Wat staat erop? Oh, hij stelt niet stel scherp. Leuk, hè? Regenboogjes. Regenbogenwolken, eenhoorn en planeten en wolkjes. En een strik. Ja, maar ik dacht dat het wel gewoon leuk om te geven. Die heb ik wel nodig. Die anderen zijn echt heel erg gebruikt. Zijn leuk, hè? Hoe schattig zijn die nagelveldjes? Eentje is een zeemermin en met glittertjes. Ja. We gaan zoveel cozy filmpjes en zo en hebben... En, ja. Och. Mensen die gaan zo ready. Ga nou eens weg, man. Of ga nou eens weg met Soraya. Flikker nou eens op met haar. Oh mijn god, een pyjama. Ja. Oh mijn god. Lit. Lit. Yes. Lit. Ik heb hem ook gehaald. Ik kon hem niet laten. Ik heb hetzelfde aan met de bank. Hoe leuk is die? Die is zo leuk. Snoezosaurus staat erop. Het is een slaapzino. Even inzoomen. Die is zo leuk. Hij is leuk, hè? Maar je weet me ook gewoon te pakken. Jawel, hè? Een pyjama, dat is gewoon... En I knew it. Van mensen, maar als je dat krijgt... En ik dacht, dat is toch een goede maat. Ja, amazing. Knew it. Oh, vet. Pyjama op de bank. Vet leuk. Ik zie ons echt al zitten met een kopje thee, zo genietende. Ja, nou, dat ga ik straks wel doen. Ja! We lekker douchen allebei. Eerst even douchen, ja. Oké, het is inmiddels de volgende dag en... Ik heb vannacht heerlijk geslapen in mijn nieuwe kamer. En ik ben zo super blij met ons huisje. Het is echt niet normaal. Ik heb gisteren volgens mij niet super veel gefilmd. Maar
het was ook echt zeer hectisch. Er waren 10 mensen in dit huis en het is niet zo'n groot huis. En oh, het was echt heel hectisch. Maar ik ben heel erg blij dat het gewoon helemaal af is. We hebben alles gewoon in 1 dag helemaal afgekregen. En ja, ik sta nu in mijn kamer. Maar ik zal eventjes zo even een rondje maken. Maar meer dan dit ga ik jullie niet laten zien. Want ik wil natuurlijk gewoon een aparte roomtour maken. Maar ik zal nog even de bank aan jullie laten zien. Want daar zijn we echt heel erg blij mee. Nou, dit is dus onze heerlijke bank. Het is echt zo'n fijne bank. Het is niet normaal. Hij zit echt super lekker. Hij is ook lekker groot. Je kan hem uitklappen tot een bed. Dat hebben jullie kunnen zien. En we zijn hier echt gewoon echt heel erg blij mee. Dus ja, gelijk een kleine sneak peek van de woonkamer. Maar goed, meer ga ik jullie nu even niet laten zien. En vandaag is het alweer helemaal fout gegaan, want ik heb alweer geshopt. Op zich wel allemaal dingen die ik nodig had hoor. Maar ik merk nu echt gelijk hoe gek het is om sommige dingetjes nu helemaal zelf te moeten kopen. Dat is echt een beetje raar. Ik heb eerst een keer mijn boodschappen gedaan. Dat vond ik ook heel erg vreemd. Ik weet niet, het is allemaal gewoon heel raar. Want tuurlijk, je gaat wel eens boodschappen doen voor je moeder of weet ik het wat. Maar nu haal je echt boodschappen voor jezelf. En ga je ook helemaal bewust kijken naar de prijzen en zo. En dat is echt wel even heel erg gek. Maar ja, ik wil zo graag nu gewoon mijn camera omdraaien en mijn kamer laten zien. Maar ik ga het niet doen, want ik ga echt een aparte video ervan maken. Soraya is nu trouwens eventjes niet thuis, want die is nu met haar klas dingen aan het bespreken over de ontgroening. Die hebben we morgen. Dat is dus eigenlijk dat ze mijn klas gaan ontgroenen voor de school. Dus dan moeten we gaan daar zeg maar 1 nachtje gaan we in een tent slapen. En gaan we allemaal, moeten allemaal gekke dingen doen en zo. Ik heb geen idee wat we gaan doen. Want we mogen niks weten. Maar ik weet wel dat het even doorbijten wordt. Maar goed, ik zal het vast wel overleven. Dus ja, echt heel erg spannend wel. Ja, daarom ben ik nu even alleen thuis. Maar goed, ik ga me nu omkleden. Want ik ga zo meteen de stad in. En ja, dan wil ik jullie voor nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze verhuisvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, ondanks dat ik niet heel veel heb laten zien. Ik hoop dat jullie uitkijken naar mijn roomtour. Die komt ja, hopelijk zo snel mogelijk online. Ik ga mijn best doen. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!